Welkom bij een nieuwe vlog van I'm Sporting. Ik ben thuis en vanuit hier ga ik vandaag uitleggen wat we allemaal gaan zien in deze vlog. We hebben de meivakantie gehad en deze vlog is gericht op wat we allemaal hebben gedaan in de meivakantie. Ik denk dat jullie een paar hele leuke beelden gaan zien, dus blijf kijken en geniet van de vlog, jongens. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben even snel op deze vroege ochtend in de Ramadan naar de kantoor gereden. Waar zijn mijn outfits? Snel, momentje. Dus ik ben heel snel naar kantoor gegaan, omdat wij vandaag, ik tenminste, een hele drukke dag hebben. Vandaag hebben we sowieso nu op dit moment bezoek van Ajoued en de Top 600, volgens mij dat programma. Dat is een programma op Nederland 1, waar Ajoued dan langs gaat bij allerlei verschillende mensen. Vandaag is hij bij ons. Ajoued is een presentator op nationale televisie. En Willy en Mustafa die geven nu een training. En dan gaat Ajoued een beetje vastleggen en kijken wat onze bedoelingen zijn, wat ons werk is, wat wij zo nu en dan doen. Er is een hele cameraploeg bij, maar wij hebben onze eigen cameraploeg vandaag, jongens. Dus dat hebben we nu. Dan heb ik om 2:00 een talkshow georganiseerd door Rijn IJssel Velpenweg. Dat is een talkshow waar ze mij hebben uitgenodigd om te komen spreken. Dus ik ben ook benieuwd wat daar de bedoeling is. En daarna moet ik een paar dingen regelen, want dat is allemaal off-camera. Voor een oefenwedstrijd om 4:00 bij Anemia van mijn team. Tegen een andere AJB team, alleen jij bepaalt. We gaan lekker tegen elkaar voetballen. En ik neem jullie vandaag de hele dag mee, jongens. Dus het wordt een soort een dagvlog, denk ik. Daar zijn we dan, op Kruifkoord. Willy die geeft training, Mustafa wordt daar geïnterviewd. Ik weet niet, hoe kan ik ook weer inzoomen? Zo misschien? Dan staat Mustafa met cameraploeg en Ajoued. Hier staan de heren, lekker aan het ballen. Ja, dat is wel echt een duidelijke visie die wij hebben. Kijk, als je vanuit topsport kijkt, dat is vanuit het perspectief van mij en Samir. Daar wordt alles voor jou geregeld, zodat jij presteert op het veld. Als je niet wakker wordt, word jij gewekt. Maar wij zorgen ervoor dat je gewekt wordt. We hebben vandaag speciale gasten. Hey, woord hier, jongen. Jongens, Moes wordt daar geïnterviewd, maar jullie zijn hier aan de beurt. Yes. Wat vinden jullie hiervan? Ja, leuk toch voor die jongens. Ja. Komt op nationale televisie. Ook nog. Ja, zeker. Maar we hebben onze eigen vlog. Dat is het belangrijkste. Wij zijn? Wij zijn AM. En wij zijn? De beste. Lekker jongen, Monier. Willy, wat zijn we hier aan het doen dan? Hun hebben een cameraploeg, maar we hebben ook eentje. Maar echt, sowieso. Alles moet op die vlog. Sowieso. Hier zijn we aan het kappen en draaien. Wat techniekoefeningen klaargezet. Puur voor die focus. Voor die uitstraling toch? Voor de techniek. Als je 1-1 komt in het veld, dan is kappen heel belangrijk. Ja, man, dus die mindset moet je ook meenemen naar de straat of online, weet je. Uiteindelijk is het doel dat je alles koppelt gewoon naar. Naar echt maatschappelijke problemen of wat dan ook. Nee. Ik denk dat dit een heel vet filmpje wordt, Willy, wat uitkomt, of niet? Ik ben echt benieuwd. Ik zeg eerlijk, ik ben echt benieuwd. Echt Adil, jij bent vandaag jarig? Ja, man. De jongens, feliciteer hem in de comments, hè? Oh, nu boys. Ja, man. Patrick is een legend van Wolburg-West. Jullie weten het. Hey boys, jullie weten toch, Avatar heeft allemaal een soort spirit, voorouders en zo. Volgens mij heeft Adil dat ook. Ja, maar kijk. Hij is 40 geworden, hij praat met mij. Gisteren, hij appt mij. Hij zegt, eeuw een maatje. Ik ga jullie expose op de vlog. Hey, Allah, wat zet je me even terug? Ja toch, we zijn hier zo met Adil. Ja, Adil, zeg maar tegen de kijkers dan. Geef hem een levensles. Ah? Geef hem.
Jij moet een les geven. Praat met Adil papa. Hé, hey, Adil, wil je een foto? Ja, maar kom zo van. Je moet toch kijken, ik heb allemaal fans en zo. Ja, even kijken. Ik ben wel lekker naar huis. Lekker man, zakje. Ja toch? Oei, hij is op die k. Ines, wat zijn we aan het doen? Beleg klaarleggen. Beleg klaarleggen? Heet dat beleg? Dit zijn toch borden, niffo? Borden, alles zelf. Borden? Cenk, wat gaan we vandaag doen, jongen? Leg het eens even uit. Ik heb nog niet aan de kijkers laten zien wat hierachter allemaal gebeurt. Vandaag met z'n allen. Ongeveer, hoeveel waren het? 35? Ik weet het ook niet. 35 plus mensen gaan we ongeveer. Gaan we hier onze vaste breken. Verbreken of gewoon eten? Hij zegt verbreken, kan het niet. Even de hoofdorganisator te pakken krijgen. Jad, dus even peace. Jongens, kunnen jullie misschien uitleggen wat we vandaag gaan doen? We zijn vandaag. Het is veel te druk op voor mij, toch? Zaki! Wow! Jad, wat gaan we vandaag doen? Eten! Iftar. Jeetzog, we zitten hier gewoon zo meteen. Hey, help boys. Zeg een boy. Laat jezelf zien als je man bent, hè? Ja, oké, hier. Hier, Anu, wat heb je nu bereikt? Ben je aan het vloggen, jongen? Ja, man. Wat moet ik doen voor de vlog? Je mag even... Even dansen? Moenier, credits naar Moenier, hè? Younes? Malek, wat zijn we aan het doen, jongen? Iftar eten. Iftar eten. Ja. Is het lekker? Ja. Eet smakelijk, jongen. En dan hebben we nu de Arnhemse Street Cup. Het is een initiatief van onder andere Arnhem Sport Team, maar ook andere partijen hier in Arnhem. Waarin jongeren tot en met 18 lekker mogen gaan voetballen. De voorrondes waren in Arnhem-Zuid en in Arnhem-Noord, bij Optimum Cruyff Court. En daar gaan jullie de beelden nu van zien. En ik ben benieuwd wie de winnaar wordt. Kijk mee. Het is zondag 2 mei, jongens, in de meivakantie. De voorrondes van de Arnhem Street Cup zijn zojuist geweest hier in Arnhem-Zuid. Van de 8 teams hebben we 2 teams die doorgaan naar de stedelijke rondes. We hebben nu rust van een paar uur en om 5 uur gaan de wat oudere jongens voetballen. En daar zijn er ook 2 teams die het voor ons mogen opnemen, stedelijk. Dus ik hoop dat ze Arnhem-Zuid trots maken. Boys, even aandacht! Vond je het nou een leuke vlog en wil je hier meer van? Vergeet dan niet te abonneren en te liken. En tot de volgende keer.